Wij zijn Wise Kids en wij gaan het hebben over Proud to be a Girl. En ik kom van Wise Kids en ik ga praten over girls. Ik vind het leuk dat ik een meisje ben en ik ben er ook trots op. Ik zet soms lipgloss. Ik kijk of mijn kleren mooi bij elkaar passen. En ik heb vaak sieraden en doe mijn haren en zo. Ik voel me dan echt heel prettig. Dus als ik dan loop, dan zeg ik, ik ben nergens bang voor, ik ben gewoon mooi. En niemand kan tegen mij zeggen dat ik er niet goed uitziet. En van make-up zie je niet echt de ware. Want misschien is er iemand wel heel mooi, maar door die make-up lijkt die mooier. Als je echt naartoe gaat, dat voor oudere kinderen is, meisjes zien er met make-up sneller ouder uit dan jongens. En meisjespower. Soms dan voel ik me, als ik in de spiegel kijk, denk ik van dit kan beter of zoiets. Maar dat heeft volgens mij ieder meisje wel eens. Ik ben niet echt fan van Britney Spears, maar ik vind haar wel goed. Want ze kan mooi zingen en heel erg goed dansen. En ze heeft altijd hele leuke videoclipjes. Ik vind sommige mensen wel dat ze mooi zingen. Zo bijvoorbeeld Beyoncé, Katy Perry. Vroeger was ik zeg maar wel een fan van Kelly Rowland. Ik vind ze allemaal wel goed, maar ik zou er niet graag op willen lijken. Nee, ik hoef niet op hun te lijken. Ik vind mezelf gewoon goed hoe ik ben. De vrouwen in de media. Sommigen geven een goede voorbeeld en sommigen geven een slechte voorbeeld. Soms vind ik het een beetje jammer dat bijvoorbeeld op MTV, als je naar MTV en zo kijkt, dan zie je die vrouwen altijd in bikinis rondlopen en dansen en achter die mannen aanlopen. Ze geven geen goed voorbeeld. Ze komen soms niet met zoveel kleren op hun lijf naast die mannen, bijvoorbeeld 50 Cent. Soms zijn ze ook zo slank en al die dingen. Dat veel mensen denken dan meteen, ja, ik ben dik, ik ook zo worden. Gaan ze echt op dieet, alles en al die dingen. En het is gewoon niet gezond, vind ik. Ik zie niet vaak goede bruine vrouwen op tv. Als het om bruine mensen gaat en bruine meisjes of zoiets, dan gaat het vaak om dat ze zeg maar vaak met jongens omgaan. Ze drinken veel en ze hebben vaak veel problemen, maar ze laten het niet zien. Ze laten bijvoorbeeld niet een bruin meisje zien die echt bijvoorbeeld een advocaat of zoiets wilt worden. Dat bruine vrouwen ook wat kunnen en niet alleen maar de slechte voorbeeld kunnen geven. Want ze hebben wel heel wat in hun, maar ze hebben niet altijd de kans om het te laten zien. De tip van de week. De tip van de week is, be proud to be a girl. Bloemetje van de week gaat naar onze moeders, omdat ze het goede voorbeeld geven. Dit was Wise Kids TV. Bedankt voor het kijken. Doei!